Check voor coins, link in de beschrijving, www.igsky.com en gebruik de code HEZE voor 8% korting. Hallo beste kijkers en welkom in deze Eredivisie / Nederlands squadbuilder met een aantal Team of the Season spelers uit de Eredivisie en ook uit de andere leagues die Nederlandstalig zijn. Ik wil graag deze squadbuilder doen, dus hopelijk krijgen we daar zo rond de 500 likes mee. Dus like alvast deze video en dan gaan we over naar het team. Ik heb ook een aantal alternatieven bij de wissel staan voordat jullie gaan vragen van hey, waar is deze speler nou? In de goal was er weinig twijfel over mogelijk, daar staat natuurlijk Jappie Sillissen. Af en toe had hij een paar ballen die hij echt eruit had moeten houden en af en toe was juist andersom dat hij een zieke redding maakte. Hij is een beetje op en af, maar voor de 23k was hij best. Zijn prijs al waard. Gaan we naar Paul Verhagen. Ik heb hem zo 3 keer gepakt. De rechtsback natuurlijk. Hij speelt wel niet echt naar zijn rating. Die 35 defending merkt er niet veel van. Maar hij was niet altijd heel aanwezig in mijn team. Maar als hij er stond, maakte hij op zich wel goede verdedigende acties. Hij was alleen niet al te sterk. Zijn snelheid was echter wel gewoon prima. Hetzelfde geldt voor de Vrij. Hij heeft wel maar 71 pace. Maar met Shadow voelt hij echt heel erg snel aan. Kan goed onderscheppen, dat zie je hier. Hij komt heel vaak met zijn slidings ertussen. En dat vind ik een heel goed attribuut om te hebben voor een verdediger. En daar vind ik hem ook een heel fijne speler in mijn team. De tweede centerback is Sven van Beek, de zilver en de enige zilver in het team. Hij heeft low high work rate. Daarentegen heeft hij echt de beste stats die je kan hebben voor een zilver verdediger. Hij is enorm sterk, kan goed springen, kan goed verdedigen. Alles wat je zoekt in een zilver centerback heet Sven van Beek en hij is niet al te duur voor die zilver. Dan moet naar Willems, waarschijnlijk de grootste teleurstelling in het team qua de verdediging. Hij is echt niet snel, hij kan niet goed verdedigen en hij is echt niet sterk voor mij. En dat vond ik best wel verbazing, want op een kaartje stond hij dat hij echt heel erg goed was. Dan moet naar Klaasie. Oh my god, ik had Klaasie. Ik had hem gepakt, werd er zelf helemaal gek van. Kost 11k, speelt zoals hij moet spelen. Je hebt natuurlijk nog een aantal alternatieven zoals Hakim Ziyech. Of natuurlijk Gudelje, maar die is gewoon helemaal extinct. Die is niet op de markt te vinden. Klaasje daarentegen speelt gewoon prima. Lekker sterk, kan goed verdedigen. Heb je Wijnaldum? Ik zou eerlijk zeggen, ga gewoon voor Ziyech, Team of the Season. Ik vind hem fijner speler dan Wijnaldum. Maar omdat Wijnaldum een hogere rating heeft, had ik hem maar gewoon in het team gedaan. En daar wat meer wedstrijden mee gespeeld. Maar als je niet wat zoveel coins hebt, kan je gewoon voor Ziyech gaan. Ik vind hem zelf misschien zelfs nog fijner dan Wijnaldum. En de laatste midden. De velder is waarschijnlijk het pareltje van PSV geweest dit seizoen, samen met Depay en De Jong. Het is Andres Guardado. In game is hij echter niet zo heel erg fijn. Hij is gewoon te slap. Weet spelers niet van de bal te duwen en dat is wel iets wat ik echt zoek in een verdedigende mid. We hebben hier de enige speler die niet Team of the Season is, Arjen Robben, maar hij speelt net zo goed als een Team of the Season. Want iedereen kent hem wel die hem heeft gebruikt. Hij is echt een van de beste rechtsvoors in het spel. Misschien wel de allerbeste. Kan goed dribbelen, kan fantastisch schieten. Hij heeft wel maar 2 sterren zwakke benen, maar met zijn linkerbeen scoor je eigenlijk gewoon alles. Kost bovendien echt nog maar 100k. Hij kost helemaal niks voor de price ranges. Dus als je hem nooit hebt gebruikt, is dit waarschijnlijk het beste moment om te gebruiken. En als je een Nederland team maakt, raad ik zeker aan om hem te gebruiken op die positie. Want hij stelt je echt niet teleur. Hij is helemaal fantastisch. Waarschijnlijk had je al gezien wie in de spits staat. Het is Team of the Season Luc de Jong. Ik was al te spreken over zijn inform in mijn Road to Eredivisie. En ik zal je zeggen, deze Team of the Season kaart is echt een heel erg goede spits. Wees niet bang voor zijn 72 pace. Want je ziet het eigenlijk in de tweede clip dat hij gewoon Diekmaier weet te outpacen. Hij kan als koppen als een van de beste. Hij heeft misschien geen skill moves, een slecht zwakke been, maar als hij op zijn sterke been komt, is hij niet te stoppen. En ik ben echt te spreken over hoe hij speelde in mijn team. Hij heeft voor mij maar 7 wedstrijden gespeeld, maar daarin heeft hij wel zo'n 10 goals gescoord voor mij. Ik ga over naar Depay. Natuurlijk de beste speler uit het team, was denk ik niet zoveel twijfel over mogelijk. Hij kostte ook 570k voor mij. Hij kostte echt heel erg veel, maar dan heb je ook wat. Hij is echt een mini Ronaldo. 98 pace, 88 shooting, alles gaat er bij hem in, ondanks zijn 79 finishing. Hij heeft een niet te houden schot, hij is super sterk, hij kan mensen heel makkelijk van de bal afhouden. En hij is gewoon de best speler in het team. Je zou bijna dit hele team maken, puur rondom Depay. Ik was er heel erg over te spreken, moet ik zelf zeggen. Maar misschien vond je dat ik wat negatief oordeelde over de spelers in het team. Maar ik zou je zeggen dat het samen best prima speelt. Ik heb 7 wedstrijden gespeeld, daarvan 6 gewonnen en 1 verloren. Dus dat is gewoon helemaal prima. Ik geef het zo een 8 uit 10. Het kost wel wat, maar hier zie je bijvoorbeeld Ziyech, die kost maar 30k, terwijl Wijnaldum 100 kost. Dus Ziyech is de goedkopere en misschien zelfs de betere optie. Maar ik hoop dat jullie alsnog van deze video genoten. Ik raad het team zeer zeker aan. Binnenkort komt er weer een Martinez weg naar succes en natuurlijk ook weer een clubtour. Dus kom je daar naar uitkijken. Vergeet niet nogmaals de video te liken als je niet gedaan hebt. Ik hoop op Twitter. Links in de beschrijving staan. En je kan natuurlijk abonneren als je niet gedaan hebt. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden jongens. En dan tot de volgende. Dus later mensen.